En Mark van der Linden laat vandaag weten dat hij na 20 jaar stopt als royalty-deskundige bij RTL Boulevard. Anderhalf jaar geleden belandt Van der Linden in een coma en hij ondervindt daar nog elke dag last van. Het is volgens Mark op te lossen, maar daar wil hij wel goed de tijd voor nemen. Nou, dat klinkt best wel heftig, dat laatste bericht. Ja, het is ook wel een moment natuurlijk. En een andere reden die hij ook aangeeft... is toch dat, dat de aanslag en, en de moord op Peter R. de Vries... dat hij er ook bij hem ingehaakt heeft. En dat hebben veel mensen bemoedigd, werken. Je hebt echt wel een tijdperk voor en ja. tijdperk na. En hij heeft er echt moeite mee om dat een, een plek te geven. Dus hij zegt van, ja, het is gewoon mooi geweest. En, en je zag ook dat hij de afgelopen maanden... echt wel met zijn gezondheid aan het tobben was. En dat zag je soms ook in de uitzending terug... wat dan ingewikkeld en lastig was... Dus euh, nou ja, ze hebben goed overleg. Hebben ze gezegd, nou dan stoppen we er eigenlijk mee. En hij staat helemaal klaar voor, voor nieuwe uitdagingen. Hij heeft gesprekken in Engeland. En je hebt hem gesproken vandaag nog even. Ja, erover. hij gaat eh, adviseur worden voor een nieuwe Sissy-film. Nou, met zijn oh. know-how van, van Koningshuis, ook van de hele oude. Ja, is dat een waardevolle kracht. Ja, en hij weet er heel hij veel Hij heeft echt ja. veel projecten die op hem afkomen, waar hij eigenlijk altijd nee tegen moest zeggen. En die, die nu ook. Ja, en het Sissy in Elisabeth is echt een passie van hem. Want hij heeft ja. een aantal inleidingen gedaan toen hij die concerten op Paleis het Lood deed. Daar weet hij echt alles van. van de dus hij is heel goed bezig en voor de rest wil hij gewoon aansterken. Want door al dat werk de hele tijd is er eigenlijk niet van gekomen. Dus we wensen hem een mooie toekomst toe en vooral beterschap. Kijk, zeker.